Kus krijg je scheet, een schuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt, meneer, ik sloot toch niet, hier is uw ochtendblad. Uw handdoek en uw stukje zeep, dan kun u fijn naar bad. Je hebt een moeder en een vader aan hem. En hij besluit met zachte stem. En nou is de besmeerde bliksem uit de veren. Jullie leien voor de bal hoor. Nou, komt er nou wat van? Zorg dat je er vijfelt bij de marine, bij de marine. Zorg dat je er vijfelt bij de marine, moet je zijn. Het is gezond voor de hele leven. Bij de marine is er niemand op de vreden. Zorg dat je er vijfelt bij de marine, moet je zijn. Smiddags gaan we op de wal, dat doen we hand in hand. Dan worden we prettig rondgeleid voor de vrouw voor de commandant. En niemand ziet er krabbig als je krijgt 100 gulden mee. Mag halen maar in één dag op, zo geldt de wet daar zee. Maar niemand wil er s'avonds laat op de wal. Want dan begint pas goed het bal. Dan gaan we naar de velen in de kantine, in de kantine. Eten gevulde koeken in de kantine, moet je zijn. Het is gezond voor de hele leven. Bij de marine is er niemand ontevreden. Zorg dat je erbij komt, bij de marine moet je zijn. Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag, als ze me s'avonds in onze gooien duiken. Toen komt de kat aan, ik hoop persoonlijk goede nacht wensen. Hij vroeg mij een vriendelijk woord over. Karel, hoe staat het met je verkoudheid? En Jan, heb jij je moeder geschreven? En Nico, zal ik jou leggen toestappen? En hij besluit met de vriendelijke snoet. Als hij te slag het licht uitduwt. En de eerste, de beste die nou nog het lef heeft om eenmaal zo'n laafklep open te doen, die krijgt inmiddels 6 weken zwaar van mij. Is dat begrepen? Ja, kom maar dat. Is dat begrepen? Ja, kom maar dat. Nou, dan wens ik jullie wel te rusten. Met de marine.